Dirk Chimanga, voor we het hebben over de wedstrijd van zaterdag tegen Lierse, heel even terug naar Waasland-Beveren vorige week. Teleurstellend resultaat, maar wel een positieve prestatie, denk ik. Hè? Ja, dat wel een positieve prestatie. En zeker de manier waarop. Allee, jammer dat we niet de 3 punten thuis hebben gehouden. Maar ja, Waasland-Beveren kwam wel gewoon om te verdedigen. Die hebben wel ook wel goede kans gehad, waarop Kawin ook een heel goede match heeft gespeeld. Ja, inderdaad. Kawin een paar zeer goede reddingen, maar zoals je zelf al zegt, eigenlijk is Beveren hier gewoon met 5 mensen voor de goal komen liggen. Een beetje vreemd voor toch een revelatie in 1A. Ja, dat wel, maar toch wil ik ook wel zeggen dat we toch wel een heel goede ploeg zijn. Dus dat is toch wel heel veel respect hebben voor ons. Ja, dat is waar. Opnieuw positief dat we een eerste klasse onder druk hebben kunnen zetten eigenlijk. Want dat was heel de wedstrijd zo. Ja, dat was inderdaad heel de wedstrijd. Jammer dat we niet hebben kunnen scoren en dat de 3 punten niet hier zijn gebleven. Nu naar zaterdag, Lierse. Ik denk dat we tegen Lierse wel iets recht te zetten hebben. Ja, we hebben inderdaad iets recht te zetten van de thuisprestatie. Dus daar moeten we gewoon zeker de 3 punten mee terug naar Leuven brengen. Nu, het is wel zo. Door een beetje de rare competitieformat is het de 6e keer dat we tegen Lierse gaan spelen. We kennen de ploeg zeer goed ondertussen. Wat verwacht je ervan? Ah ja, ik denk gewoon een heel goede match. Ik hoop niet een gesloten match, ik hoop een open match. Dat beide ploegen toch willen winnen. En ik hoop dat wij toch met een goed eindresultaat richting Leuven komen. Nu, het zal sowieso geen eenvoudige wedstrijd worden. Als we de resultaten bekijken van dit seizoen, is het eigenlijk altijd heel close geweest. Hè. We zijn 2 teams die echt aan elkaar gewaagd zijn. Hè. Ja, dat wel. Daarmee dat ik zeg, ik hoop dat het een open match zal worden met veel kansen. Dus ja, ik hoop dat de beste winnen. Nu, voor jou is het een goed seizoen geweest. Hè? Ik heb het even nagekeken. 26 wedstrijden gespeeld, Oud-Everle-Leuven. Jij hebt er 23 gestart en 3 ingevallen. Dat is niet slecht, denk ik. Hè? Nee, dat is niet slecht, aangezien dat ik toch wel een moeilijk start heb gehad. Dus uiteindelijk toch nog wel goed doorgekomen. En door het vertrouwen van de coach en de ploeg. Dus dat is toch uiteindelijk goed gekomen. Nu, wat verwacht je nog van play-off 2? Er komen nog 2 thuiswedstrijden aan tegen 2 sterke eerste klassers. Kijk je daar naar uit? Ja, ik kijk er naar uit. Ik denk dat wij zeker nog een paar matchen kunnen winnen. En zeker gewoon 3 punten, zo mogelijk 3 punten behalen. En dan het gewoon het seizoen in een positieve noot sluiten.